Blijft het vuur liggen? Ja, de vuur blijft liggen. Ja, ja, ja. Oh! Yo! Hey, what's up? Welkom terug bij Ark Ragnarok Modded. Ik sta nu even in de basis van Rudy, want ik heb hier in de koelkast mijn item neergelegd. Mijn Celestial Ascension item en mijn Demonic Descension item. Want in de vorige aflevering hebben we ook nog wat bossen verslagen met Picon. Picon de creator, dikke unit, wel een hele vette dino om te hebben, maar hij was niet super sterk, maar wel zieke crowd control. Hier hebben we dus van die tech transmitters, daar kunnen we dus ook even de map mee scannen voor dino's. Want ik wil dus nog even een goede celestial en misschien een goede demonic erbij gaan temmen, zodat ik hun dus ook kan ascenden en gaan descenden. En in de tussentijd dat ik even ga zoeken naar deze dingen, mensen, jullie zijn lekker bezig met support op deze serie. Blijf zo doorgaan, want we hebben al een keer eerder de 1400 likes aangetikt op mijn video. Vaker zelfs. Dus, jullie kunnen het. Druk even op de duimpje omhoog. Het is echt een kleine moeite en voor ons helpt het super veel. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dino scan. Dan gaan we even naar Celestial. Daar staan Tiocleus op de map. Argentavis, Wyverns, Rex, Spinos, Direbears, Ferox, en Teresino, 130, Shapeshifter 25, 145 Direbear. Maar ik denk dat de Direbear echt super slecht is. Spino van 150, maar Spino was trash. Rex zijn laag, lage Wyverns. Hoge RG. En Tiocleo. Hebben we wel eens een keer een Direbear gehad? Celestial Direbear, hebben die gehad? Ik weet het niet. Hebben we Teresino gehad? Nee, ik denk het niet. Oké, we gaan voor de Teresino. Fuck it. Ik denk dat hij echt trash is, maar goed. We pakken die. Hij zit op 28-26. 28-26. En dan gaan we nog even kijken naar de Demonic. Een Meso, Evil Monkey, level 20, maar een beetje laag. Megatherium, 135. Oeh, die kunnen we... Ja, dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Parasaur, we hebben nog een hoog level hier. Capropoopoo. Oh, Capropoopoo kan ook wel. Tawny Dragons, een Ovis. Ovis, oeh. 145, ja, maar volgens mij was Ovis vrij slecht. Deodon, die is ook niet goed. Reaper Empress. Iedon, die is ook kak. Dus ja, we kunnen wel een Ovis proberen, maar volgens mij was hij echt stront. Een Capropoopoo lijkt me op zich ook nog wel vet om te descenden. Of een Megatherium. Oké, we komen daar ook wel even terug. We moeten even keuze maken. We gaan eerst naar 26, 28 of zo. Daar is die Teresino. Heb ik hier nog een dino staan voor mij? Oh, dikke unit hier. What the fuck? Oh ja, eerst mijn dino. Nou, valt niet te missen. Dit is Bonfire. Als jullie nog goede paardennamen weten, zet het in de comments. Dankjewel. Ja, ik ga hier dus even niet mee op reis. Ik heb dus per ongeluk... Nee, ik bedoel, Rudy heeft per ongeluk een raket in de basis afgeschoten. En daardoor zijn alle dino's dood. Stink Rudy, hè? Heb ik nog een snelle flyer? Ik heb mijn Spirit Dragon. Die kan ik denk ik wel pakken. Oh, wacht. Ik moet eerst even de kibbel hebben nog. Celestial Kibbel. Wat ging hier neer? Fable, Paterdol? What the fuck? Oké, dankjewel. Nou. Oh, nee. Oh, ik haat Tag Suit, jongen. Werkt dat zo goed? Celestial Kibbel. Nou, pakken even snel de Spirit Dragon en let's get it. Even kijken, waar is dat? Dat is helemaal naar links. 26, 28 in dat groen-bruinige gedeelte. Alright. De dragon zelf is niet super sterk of zo, maar hij mag wel wezen. Hij kan wel deze avond blijven spammen. Alleen, ik weet niet. Ik ben er toch van overtuigd dat de Spirit Spire nog gewoon de sterkste dino is van de Spirits. En misschien moeten we die ook gewoon even meer nog gaan temmen voor de volgende bosses. Kijk dan. Ja, het is wel ziek hoor. Ja. Oké, we zijn hier aangekomen bij het gedeelte waar die ergens zou moeten spannen. Maar dan moet ik wel even goed kijken. Blauwe Teresino. Where you at? Oh, hier. Ja, hier. Nou, dat is duidelijk. Ik zag allemaal steen ontploffen. Ja, nou, ik ga meteen neerschieten. Hit. Nou, en wegwezen. Even wachten, kijk wat hij allemaal kan. Ik denk echt alleen maar dat hij zo'n vies vuurtje kan. Zie je? Nou, doe iets. Attack me. Attack me. Attack me! Ik word gebolaat. Waarom val je me niet aan? Val me aan, gek! Ga neer of val me aan. Ah, hij is neer. Oké. Nou, hier chef. Hoeveel heb je nodig? Met voet en inventory te tame. Dit zijn twee Celestial Kibbles. Die heb ik. Pop, pop. Dat is één. En dat is twee.
Ik noem jou Spirit. Nee. Moeten we echt even een andere naam. Dus zet je beste paardennaam in de comments. Voor de Kittle Chicken. Ja, we nemen mee naar de basis. Kom. Gaat het werken? Wacht, ik heb een idee. Kom hier. Als ik nou dit doe. Castle? Egg City. Nee, ik heb de bug. Nee. Ja, hij is weg. Ja, mooi. Dan vliegen wij denk ik ook maar gewoon even naar de basis toe. Nee, wij gaan even zelf naar de castle. En dan gaan we daar in de castle nog even checken voor een goede demonic. En ik hoop dat we een keuze hebben gemaakt. Maar ik denk dat de kapperpoepoe wel vet is om te gaan temmen. Oké, dino scan. Kom op. Nou, dan gaan we even kijken naar die monnik. Deodon niet over. Ja, die oven is. Ik weet niet, man. Een oven doet volgens mij alleen maar zo'n vuurpoepje. Wat is wel een demonic sheep? Ja, Tony Dragon kennen we. Tony Dragon is gewoon goed, maar die wil ik niet. Megatherium, die wordt dus mega sterk als die insecten killt. En dus ook de demonic Megatherium. Dat is wel een ding, hoor. Maar ik weet niet. Deodon, over. De ovis of de kapropoepoe. Oké. Drop, flikker jij maar lekker op. Oké, we gaan de kapropoepoe temmen. Die zit op. 67, easy. 67. Pam, dan moet ik even helemaal naar de woestijn toe. Oh, staan we checken hier? Oh, dat wist ik niet. Nou goed, blijf maar daar checken. Oké, als het goed is zou het hier ergens moeten zijn. Als je ergens een krokodil ziet. Oh, dit is wel een Origin RG. Even een krok. Zit in het water dan? Dat zou misschien nog kunnen. Een demonic in het water. 67. Ik zit nou niet helemaal goed. Nou zou ik toch wel uit moeten komen. Ja, je zou hier moeten zitten. Wat een broedmoeder. Oh, daar. Ja, ik zie hem. In het water. Kom dan, gek. Hij is geglitcht. Nee. Oh, daar. Is dat hem? Ik zag hem. Oh, niet meer. Ja. Ik zie steeds iets zwemmen, maar ik zie hem niet goed genoeg. Als je even weggaat. Opbokken gek. Nee! Oh nee. Primal Tech Raptor. Vlieg. Kiep me kotsen dan. Oké, niet meer. Oh, wacht. Ik zie hem. Ja, ik heb hem gehit. Oh nee. Hij komt omhoog. Ja, hij komt omhoog. Blijf hier. Is dat wel een demonic? Een Alpha Sarco? Ja, maar die wil ik niet. Huh. Is dit de demonic kapropoepoe? Oh, daar, ik zie hem. Zo, dat ding is snel, gek. Kijk, we gaan hier. Hé, hey, hou me gewoon easy bij dat ding, hè. What the fuck? Nee. Ga neer, gast. Ga neer. Slaap. Nee. Oh, hij vliegt. Bro, hoeveel heb jij nog? Oh, hij is neer. Mooi. Piep. Nou, pak mijn demonic kibbel. Kapropoepoe. Nou, die namelijk even veranderd worden naar Moon of zo. Kom. Dan ga jij ook maar even naar Kerstel. Bro, wat doet dat ding? Ja, nee, maar dan ben ik. Oh, dan ben ik ook bij Kerstel. Domme man. Origin. Kijk die damage, jongen. Dat is echt matig. Matige damage. Kijk hoe lang ik erover moet doen om zo'n Origin te killen, joh. Dat is niet normaal eigenlijk, of wel dan? Ja, nou is hij pas dood. En dit is een Spirit Boss, hè. Een Spirit Spine had ik hem letterlijk binnen 1 seconde dood. Uit, nou hoef ik alleen maar even wat HP potions en XP potions te fixen. En dan zijn we ready voor de Ascension en Descension. Oeh, ben benieuwd. Let's get it. Ik hoop wel dat ze een beetje goed zijn. Die Artje doet wel dikke damage van Rudy. Ik denk dat Rudy wel heel veel XP points in zijn lichaam heeft zitten, eerlijk gezegd. Hey, 4 max XP points. Zou ik die gewoon nakken? Nee, doe maar niet, hè. Ook al even die Large. Had hij nog HP potions trouwens? Apex. Ja, fuck it ook. Oké, nou. Eet je XP potion. Nou, waar gaan we dit op levelen? Sowieso, HP is dan op 4 miljoen. Als we die even richting 10 doen. 11. En de rest allemaal op damage janken, denk ik. Zo, dan hebben we de kapropoepoe uitgeleveld. Deze ook even wat op AP. En de rest allemaal op damage. Pomp it. Zo. Nou, mooi. Goed voor jullie. Dan pakken we even de Ascension en de Descension item. En dan zijn ze morgen sterk. Dan hebben we gewoon in 1 aflevering... 1 Celestial en 1 Demonic gefixt.
Wat ziek is dat? Dan gaan ze daar natuurlijk nog even testen met een Origin bosje. GE. Nog eens GE. Nou, wauw. Ascent Dino. Let's get it, man. Yeah, sick. Het wordt een. Wow, die is wel cool. Ascendant Celestial Terrazino. Hij is wel sick. Hij is wel sick. Maar ja, het ding is, hij is niet per se veel sterker. Hij heeft nou gewoon een hoger level, denk ik. En ook geen andere aanvallen waarschijnlijk. Maar goed. Ik ga jou ook even descenden nog. Descend Dino. Kapropoepoe. Juhu. 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 Hey, lekker. Good shit, my man. Zo, die heeft wel veel HP al, hè. Oké, we doen even 5 van die units in. Eet ze alle 5. 5 van die units in. Eet ze alle 5. Zo. Health. Ja, sowieso HP erbij 10. 20 mil. De rest allemaal damage. Jee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 
Get yourself your HP, mate. Dingen. Zoiets. De rest allemaal op damage pompen. 10 mil HP, maar dat is helemaal niet zoveel. En dan is de Teresino ook geleveld. Level 319, lekker. Zo. Oké, kom met me mee. Waar is mijn draak eigenlijk? Oh jee. Hey, oh, 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 oh. Stink tech. Kom. Even naar Egg City, mate. Hopelijk kan ik die Origin bosses aantrouwen. Want mijn bulldog, met vallen bulldog, ging bijna neer. Dat was echt heel treurig. Nou, even een saddeltje fixen. En dan zijn we ready to battle. We kunnen de saddles ook nog upgraden, eigenlijk. Dan zijn ze misschien al veel sterker. Saddle voor de Teresino. Even kijken, daar kunnen we niet gewoon makkelijk intypen. Celestial. Teresino saddle. Mon. Ja, dan moeten we nog even de Demon. Nick. Capro poepoe saddle. Mom, nou dan hebben we de zadels en dan maken we ook meteen even een tribute erbij. Als we die nog kunnen maken trouwens, weet ik helemaal niet meer zeker. Tier 2. Oh, kan weg. Dan gaan we gewoon even een Spino. Ja, Spino, kom op. Oh, een Penguin. Spino of Penguin? Spino, fuck it. 2 Spino's, boom. We hebben geen artifacts meer. Nee! Oh, maar goed dat wij een teleporter hebben naar een artifact. Ja, Rudy heeft volgens mij ook nog verschillende van die artifact bosses gekilled. Maar ja. Ik teleporteer wel even snel op en neer. Dan kunnen we er hier één pakken, juist. Dank u. En dan gaan we gewoon weer terug naar Egg City. Zo easy kan het gaan. Nog een Spino. Zo. Maar oh, die heb ik toch nou. Alright, 2 Spino bosses. Zeer, zeer epic. Saddeltje op jou. En een saddeltje op jou. Oké, let's get it. Gaan we eerst even een kippetje proberen. Kapperpoepoe, ga met me mee. Oh, wacht. Niet te draak. Nee, niet de draak, joh, gek. Nee, niet de draak. Jij moet mee. Oh, jezus, man. Wat een damage, hé. 1 miljoen met een prikje. En een kietel. Kijk. Oh, de kapperpoepoe wild. Oh, 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 oh. Kom hier. Bro, stinkkrokodil. Waar ben je? Kom hier. Nee, hier. Kom. Wat doet dat ding nou de hele tijd, jongen? Volg mij dan. What the fuck is jouw probleem? Zo is dat duidelijk. Kom. Ja. Nou luistert hij wel, hè. Dat dacht ik al. Oké. Blijf daar staan op passive. Jouw beurt komt dadelijk. Nou, eerst jij. Shaken. Power up. Hoe doe ik power up? Oké, ik ben powered up. Hoeveel HP heeft hij? 130 mil. Oh, 2.7. 2.2k. 2.2 mil damage. Wow, dat kwam goed uit. Met gewoon even een slag. En heeft hij niks. Ja, dan heeft hij nog een vuurtje. Wow, ik doe iets. Oh mijn god, dat wist ik niet. Daar zou ik niet aankomen. Ja, ja, bliksem. Kijk. Ja, maar dat wist ik niet. Oké, ik ga even goed voor me staan. Oké, maar die moet ik even lekker raken. Ja joh, het is goed joh. Kijk. En volgens mij doet het helemaal niet zo superveel damage. 700k. Per hitje, zeg maar. Ik denk dat het gewoon is slaan toch wel. Oké, we gaan het even nog één keer kijken. 45 mil. Oh, die was slecht. 10 mil eraf. Ja, nee, dit doet 700k per balletje. Maar ja, als ik hem ga kietelen, dan gaat het wel echt zo neer. Hij heeft nog 30 mil HP, kijk dit. Pop. Kun je die tussendoor doen.
En als je die oplaat kun je gewoon slaan. Hey, ik zie je. Hij is helemaal niet slecht. Zeker niet. En ook als je, als je de set nog een beetje doet upgraden, dan mag je er echt wel wezen hoor. Let's get it, man. Good shit. Maar nou ben ik even... Oh, hier is mijn kapropoepoe. Dit is ook even passive. Kapropoepoe. Power uppen. 95 miljoen HP. Rechtermuisknop is een duik. Oh, dat is die grab attack van hem natuurlijk. Ik doe... Ik kan niet bij hem in de buurt komen om te bijten. Oké, ik heb een vuurattack. Maar ik heb dus ook deze explosies. En blijft het vuur liggen? Ja, de vuur blijft liggen. Ja, ja, ja. Oh! Wee-o! Wee-o! En hij is neer. Beam! Ja, ja, ja. Deze mag wel wezen hoor. Absoluut. Lekker man. Ik ben er wel van overtuigd dat mijn demonic monkey man toch wel iets beter was. Maar goed. Ze mogen er allebei wel wezen. Ik ben blij met mijn keuzes. Dan zijn we tenminste in ieder geval niet meer alles gespeeld nou. Als het goed is heb ik nog één ascension item. Dus dan gaan we nog een keer kijken of we daar iets moois mee kunnen temmen. Maar dan zien we dan wel weer. Mensen, thanks voor het kijken naar deze aflevering van Ark Ragnarok Modded. Lekker bezig. Als je niet geabonneerd hebt, doe dat zeker even. Als je nog niet geliked hebt, doe dat zeker even. En zet je beste paardennaam in de comments neer. Ik check jullie weer uit bij de volgende afleveringen. Peace.